Hallo allemaal en welkom bij tutorial nummer 2. In deze tutorial ga ik jullie laten zien hoe je de achtergrond in Train Simulator kan vervangen. Dit geldt voor in principe alle versies van Train Simulator en ik geloof zelfs ook voor de nieuwe 2017 die uit gaat komen binnenkort. Goed, wat we gaan doen is in ieder geval, we gaan eerst lekker eventjes naar de game toe, of de game afsluiten en dan ga ik jullie laten zien hoe je het moet doen. Goed, we hebben ondertussen de game afgesloten en zoals jullie zien heb ik hier twee vensters openstaan. Ik heb één venster openstaan met de allerlei bestandjes wat ik gebruik voor mijn tutorials. Inclusief alvast het nieuwe achtergrondveldje. Daar komen we dadelijk op terug. We gaan eerst natuurlijk zoeken waar gaan we de bestand vinden, zeg maar, om de achtergrond te vervangen. Nou, eerst ga je natuurlijk naar je Railworks folder. Normaal gesproken, als je hem niet voor origineel hebt gekocht bij Steam, vind je die onder Steam Apps, Comments en dan onder Railworks. Nou goed, als je dat helemaal hebt geopend, dan ga je naar Data. En als je dat geopend hebt, naar Texture, Frontend, en in dat mapje, je vindt daar alle bestandjes, zeg maar, om het hele menu, zeg maar, aan te kleden. Dus de overlay, bijna alles, zeg maar ook in edit mode, en bijna alles wat je maar ziet in de game, komt daar vandaan. Ook in dit geval de achtergrond. Zoals jullie weten, jongens, gebruik ik op dit moment dit als achtergrond. Ik ga deze even omzetten naar een andere, zodat jullie kunnen zien hoe ik dat heb gedaan en hoe ik het doe. Nou, het belangrijkste is in ieder geval is die te gaan verwijderen. Zo. Als je geen file er hebt staan, geen probleem. Normaal gesproken komt die vanuit Steam, zeg maar. En op dit moment is dat van de Abula route. Maar op zich maakt het niet uit. We gaan er in ieder geval een file neerzetten. En dat is degene die hier aan de rechterkant ziet. Dat is namelijk een bestandje. Je moet wel zorgen natuurlijk dat het genaamd is background.jpg. Dus het moet een jpeg-file zijn. En hij moet minimaal 1920 bij 1080 zijn. Als je dat eenmaal hebt gedaan, dan ga je even naar eigenschappen toe. En dan ga je zorgen dat je die op, op alleen lezen staat. Of op read-only. Ligt ernaar aan wat voor Windows je hebt. Zorg ervoor dat je hem op alleen lezen hebt staan. Als je dat eenmaal hebt gedaan, kopieer je hem over naar je Train Simulator folder. En als je dat eenmaal hebt gedaan, dan zou ik zeggen, start je Train Simulator op en dan zou het moeten werken. Dus ik ga in ieder geval opstarten en als het goed is, zie ik jullie daar zo meteen. Goed, we zijn ondertussen weer terug in Train Simulator. En zoals je kan zien, jongens, het werkt. Dus als jullie deze manier precies ook hebben gedaan, dan kan ik ze in ieder geval goed gedaan. Mocht je problemen hebben of het niet helemaal lukken, laat het eventjes in de beschrijving beneden weten. Of in de beschrijving, in de reactie even weten hoe of wat. Ook als het gelukt is, zou ik graag willen weten of het gelukt is. Dat doe ik extra motivatie om een nieuwe tutorials te maken. En ja, vergeet er ook niet eventjes op het like-klopje te duwen en ook natuurlijk eventjes op het abonneren. En vergeet natuurlijk ook niet dat je mij kan volgen op diverse social media. Zoals de Steamgroep, Facebook, Twitter, Instagram, noem het maar op. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. En ik zie jou in ieder geval terug in een nieuwe tutorial of ergens in de livestream. Die je bijna elke dag wel te vinden. Rond een uur of 7, half 8 op Twitch. Dus ik zou zeggen in ieder geval tot dan en tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Bye bye.